2020 moesten we rondlopen met uitgroei en dode punten. En zag iedereen er opeens uit als trendsetter en viroloog Marion Koopmans. Oh, dat is de zus van onze... Van op zijn vriend Johan. Oh. Ja. Maar die gaat wel naar de kapper, hoor. Die Marion, hoor. Dat zweer ik je. Nou, René, daar hebben we beelden van. Nee. Ja. Vandaag knip ik een oogleraar die zich bezighoudt met virussen... die nog complexer zijn dan haar kapsel. Deze week bij de geknipte gast... viroloog en corona-expert Marionna... Marion Koopmans. Oké, word je bedreigd? Nee, het gaat goed. Gaat goed? Gelukkig een gezicht dat vrij makkelijk opgaat in de menigte. Beetje blijer kijken, Marion. Je snor komt wel goed, dat haal ik wel weg met waksen. Hoeveel mag er af? Nou, graag alleen de dode puntjes. Alleen de dode... Zoveel? Weet je dat zeker? Nou ja, daar kan ik helaas geen uitspraak over doen. Marion, wanneer was het voor het laatst dat je bij de kapper bent geweest? Ook daar kan ik helaas geen uitsluiter over geven. Doe ze gok? Ik had daar echt geen zicht op. Ik zat 9 maanden lange lockdown. Dus... Nou, het is inderdaad lockdown, hè? Lockdown. Kijk, het is nu heel hoog. Wat lager is, dan krijg ik naar beneden. Dan wordt het beter. Oké, ja, maar ik ben afgelopen week negatief getest, dus dat is positief. Ik mag eindelijk weer naar buiten, als ik niet bedreigd word. Tenminste. Oh, dat is goed. Zo. En heb je het een beetje gemist? Dat je zegt van, god, ja, ik ben de hele tijd binnen geweest. Dan mis je dat dan met de mensen? Nou, ik mis vooral eigenlijk het carnaval vieren. Ja? Ja, lekker uit volle borst meezingen met alle klassiekers. It's fun to stay at the RIVM. It's fun to stay at the Marion, even wachten hoor. Vind je zo leuk dat je gaat zingen? Voor de aerosolen. Oh, sorry. Ja. Nee, ja, dat moet je niet doen. Nee, sorry. Ja? En een klein beetje afstand behouden ook. Ja, okay. Beetje naar achteren. Okay, ik zal me inhouden. Ja? Goed. Ja. Nou, Marion, we gaan vrolijk verder. Wat zullen we met je wenkbrauwen doen? Mijn wenkbrauwen? Ja. Welke? Ja, het is echt alsof ik naar twee dode eiken processierupten zat te kijken. Nee, maar wacht even, Eus. Wacht even. Je bent echt een antivaxer, hè? Nee, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Even rustig tellen, tot 3. Oké. Eén, twee... Ja. Oh. Ja, we moeten toch eigenlijk voor symmetrie gaan. Dat vind ik belangrijk. Nee. Doen we even de andere. Nee. Even dat hele kleine stukje hier. Nee, Eus. Ja? Echt niet. En tot 3. Nee. Normaal doen, Marion. Nu iedereen van die mondkapjes draagt, moeten we glimlachen met onze wenkbrauwen. Dat is heel erg belangrijk. En daarom dacht ik, ga er wat aan doen. Wat dacht je van... Kijk, hier kijk je nu een beetje blij. En hier toch lichtelijk kritisch. Alleen samen krijgen we jouw wenkbrauwen onder controle. Ja!